aansteken. Het begon allemaal 2 jaar geleden. Dat is zo makkelijk. Gewoon bij de winkel. Gewoon bij de winkel. Echt waar. Je weet wel, je bent jong. Je krijgt een frietje aangeboden. Wie kan daar dan nee tegen zeggen? Ik bedoel, je krijgt een frietje aangeboden. Ach, kom niet van. Dit hoor je niet te eten, maar anders valt het gewoon op, jeetje. Dat is hoe je doet op school. Dat is hoe je doet op straat. Ja. Ik kom er steeds slechter uit te zien. Steeds vetter. Vatziger. En die ogen van hem. Ogen. Altijd aan de frietjes. Nou, het is gewoon heel goor. Het is de goorste friet die er is. Maar het rookt wel lekker. Het rookt heel lekker, ja. Oh, dat is wel lekker. Het rookt echt heel lekker, ja. Ja. Ga je nu een beetje roken? Je pakt een frietje en die trek je even strak. Zo'n mooie, lange, dikke friet. En dan bijt je een puntje op. Zo'n lekker knappig puntje. En dan stop je dat afgebeten deel van de friet. Stop je hier met. Nog een paar keer strak trekken. Zo. Steek je hem aan. En dan laat je het lekker langzaam branden en dan inhaleer je. En het gevoel is... Met niks te vergelijken. Als je eenmaal één frietje hebt gehad, is dat alles wat je nog wil. Hoge highs, lage lows, geen vloeg, nooit vloeg. Het is de tippie en de vloegstel. Allemaal zo. Kom op! Lul! Zondag, zaterdag, geen curry. Doe ik niet aan. Vind mijn meisje niks? Nou ja. Mayo. Ketchup. Curry ook. Curry is voor weekenden. Dat is dan zijn enige inperking. Dat hij in het weekend alleen de frietjes met curry mag. Maar wat ben je er zelf aan het roken dan? Check. Het is geen friet. Het is niet hetzelfde. Dit is veilig, oké? Geen frietjes. Gewoon geen frietjes. Ik heb natuurlijk wel een paar aanrakingen gehad met frietjes. Ik kan niet zeggen dat het niet leuk is. Dat vet wat zo lekker verbrandt. Af en toe krijg je een hapje nemen en dan doorroken. Ik snap waarom je verslaafd is, maar ja. Ik kan gewoon niet meer langer.
Ik haat die friet! Ja, 3 maanden later, elke dag frietjes. Als Chris nu voor je zou staan, wat zou je dan tegen hem zeggen? Chris, je bent het waard. Je leven is meer dan alleen frietjes. En je kan nog stoppen. Stop nu, Chris. Het moet stoppen. Het houdt niet op. Niet vast. Lekker.